Kijk, dat zei ik in mijn inbreng ook. Feitelijk misschien zal het allemaal kloppen waarom het niet gebeurt. Maar we hebben het hier wel over een relatief kleine groep. We hebben hier gisteren en vorige week een vrouw van 91 jaar zien huilen op de publieke tribune. Die komt hier naartoe. En ik vraag me af, moeten we elke keer, en dat heb ik hier ook vaker gezegd, we kunnen niet alle 17 miljoen Nederlanders het precies naar de zin maken. Maar kunnen we niet een keer denken van, oké, dit is een kleine groep, laten we hier nog naar kijken. Deze vrouwen, die zijn destijds getrouwd geweest met die mannen. Die mannen kregen geen salaris of niet genoeg salaris. En in die tijd was een vrouw natuurlijk niet zoals nu over aan het werk om voor haar inkomen te voorzien. Dus die vrouwen hebben dat geld ook gemist. En het is gewoon geld wat niet is uitbetaald door onze overheid. Gewoon wat niet is uitbetaald. En daar hebben deze mensen gewoon recht op in mijn beleving. En ik vind ook echt dat ze daar recht op hebben. En dan denk ik, als het nou om echt, nou, zelfs als het over grote groepen zou gaan, vind ik nog dat mensen er recht op hebben. Maar kunnen we niet hier denken van, luister eens, wij gaan voor deze mensen toch iets doen. De motie Dijkmahan dus over een backpay-regeling voor weduwen met als speldatum 15 augustus 2015. Wie is voor deze motie? SP GroenLinks, bijeenvol, Denkfractie de HP, van de A-partij voor de Dieren, van Gundahan, de heer Omtzigt, SGP, BBB, Ja 21, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Haga, verworpen. Dan gaan we nu hoofdelijk stemmen over motie 189, te starten bij nummer 72. Dat is de motie van Haga over een individuele... Ik verzoek u stilte op de tribune. Dank u zeer. Dan kunnen wij doorgaan met stemmen. Ik schors de vergadering even voor een enkel moment. Natuurlijk kan dat. Ik zou het er zelf oprecht niet mee eens zijn, maar dat mag ook. Dus ik snap de emotie, ik snap de gevoeligheid, maar ik begrijp heel goed waarom we toen, en daar sta ik ook achter, besluit hebben genomen zoals we hebben genomen. En gezegd, we moeten echt kijken naar degene die op dat moment inderdaad niet het geld hebben gehad waarop ze recht hadden. En er speelden heel veel zaken een rol. Dat je kijkt naar de mensen die daadwerkelijk de functies vervullen, maar ook omdat zich een heel ingewikkeld vraagstuk voordoet als je kijkt naar de verdere gezinsleden en ook weduwen. Wie dat zijn, voor of na de oorlog, tijdens de oorlog, et cetera. Dus er is een mer op waar je in terecht komt. En we hebben toen met elkaar gezegd, en ook zorgvuldig bediscussieerd, Martin van Rijn toen met de Kamer, om zo te maken zoals we hem gemaakt hebben. En ik zou daar echt voor willen staan. Maar ik respecteer natuurlijk elke andere opvatting. Maar ik zou het er inhoudelijk zelf niet mee eens zijn. Dat moet ik ook heel eerlijk zeggen. Ja, maar kijk, heel veel strand hier in de ingewikkeldheid. Heel veel strand hierin, het kan niet uitgevoerd worden of het is moeilijk uitvoerbaar. Of de uitvoeringsinstanties kunnen niet aan, ICT-systemen zijn niet op orde. Maar ik heb het ook over beleid voeren met de menselijke maat. In ieder geval er zodanig alles aan doen dat deze mensen ook een soort eerherstel hebben. En de brief van de staatssecretaris lees ik ook van ja, in bredere zin. He, zal dit niet genoeg zijn voor eerherstel? Dan denk je, ja, dan maken we ons daar, we maken ons eigenlijk een beetje mee af. Dat is mijn idee als ik die brief lees. In plaats van dat we zeggen van laten we kijken op welke manier we deze mensen toch recht kunnen doen. Want blijf het gewoon zo bizar vinden dat die mensen gewoon werkten voor ons zonder salaris te krijgen. Geen salaris uitbetaald hebben gekregen. Waarvan nu gewoon feitelijk wordt gezegd van ja, sorry, maar ja, dat Dank. Gaan we nu niet meer geven. De minister-president. Ja, het is overigens meer dan uitvoering. Het is ook echt een keuze die gemaakt is toen. Waar ik achter sta, om reden waarom we gezegd hebben, we beperken de groep zoals waar we toen beperken. Dat is niet alleen maar uitvoeringstechnische redenen. Dat is ook van wat is rechtvaardig en wat is logisch. En in aanvulling op wat er eerder gebeurd is, 1981, de Wiegelregeling en daarna het gebaar van begin deze eeuw. Het is natuurlijk daar, het is ook een stapeling geweest van die verschillende zaken die de overheid heeft gedaan om recht te zetten, het leed en ook het eigen niet leveren als overheid in de jaren daarvoor. Ik herinner mij discussies om met Martin van Rijn, die zei ik vind echt dat we dit moeten doen. Hij heeft zich helemaal toen verdiept in die zaak. En uiteindelijk heb ik toen gezegd op zijn verzoek, toen ik ook overtuigd was, laten we dan die speech gebruiken van 15 augustus
2015 om daar ook een aankondiging van te doen. Hij heeft vervolgens die regeling uitgewerkt. Dus daar zijn we het dan niet over eens. Maar dat is niet alleen om uitvoeringstechnische redenen. Dat is echt gezegd, laten we nou kijken hoe je op een of andere manier, op een nette manier deze groep benadert. Mevrouw van der Plas. Maar als er ergens dekking te vinden zou zijn en in kaart kan worden gebracht om hoeveel mensen dit dan gaat. Want volgens mij zitten die mensen ook vaak... Het is niet het financiële probleem. Dat zou niet mogen zijn. Eens. Het is dan niet het financiële. Nee, dat mag nooit zijn. Relatief, kijk wat we hier allemaal binnenhalen, zeg maar. Wat hier allemaal verdiend wordt, om het even zo plat te zeggen. Is het een relatief klein bedrag. Maar bij mijn weten wordt er ook nog wel regelmatig gesproken. Of althans, er zijn meningen ook over verdeeld. Want volgens mij voor deze mensen wordt er te weinig gesproken. Met bijvoorbeeld de Stichting Japanse Ereschulden of de Federatie Nederlandse Indische Nederlanders. En ik zou de minister-president toch willen oproepen, en daar laat ik het bij, want hij hoeft niet in herhaling te vallen qua antwoorden. Maar ik zou de minister-president toch willen oproepen om toch weer opnieuw in gesprek te gaan. Om te kijken, misschien toch wel, of wat mogelijk is. Dank, de minister-president. Ik heb zelf ook Marlies Veldhuizen van Zanten, de eerdere staatssecretaris tijdens het eerste kabinet. Die is daar heel erg intensief aan bezig geweest. We hebben toen indrukwekkende gesprekken gevoerd met de verschillende organisaties die vertegenwoordigend zijn voor de Indische gemeenschap. En de groep mensen die zo geraakt is door de Tweede Wereldoorlog in de archipel. De knilmilitairen die hun geld niet kregen en alle anderen en alles wat daarmee samenhing. En toen hebben we echt met elkaar zitten kijken wat is redelijk. En daar kwamen we eigenlijk niet goed uit. Het is uiteindelijk, dus zij heeft er heel belangrijk voorbereidend werk voor gedaan. Dat heeft Martin van Rijn verder overgepakt in het tweede kabinet. Dat heeft geleid tot de regeling van 2015. Dan vervallen we in herhaling, maar dat maakt zo'n onderwerp geen seconde uit. Of u ik ga je niet toezeggen dat ik dat ga heroverwegen. Die gesprekken zijn niet, heb ik nu niet zelf deze dagen, maar die worden, zijn intensief contact met alle vertegenwoordigers van deze groepen. Vanzelfsprekend. Ik zal opnieuw checken of dat voldoende plaatsvindt. Maar ik wil nu niet de indruk wekken op basis van onze gedachtenwisseling dat ik zelf nu opensta om die groep uit te breiden. Dat sta ik niet. Ik vind hem echt inhoudelijk verdedigbaar waarom we het zo gedaan hebben. Hoe moeilijk het ook is.